Goedemorgen, dames en heren. Van harte welkom bij de locatiekeuring bij Stal van de Kardiek in Sint-Johannesga. Gelukkig is het droog, het is wel wat winderig, maar we hopen dat het zo blijft. Vandaag een ruim 30 paarden te keuren. Afwezig zijn nummer 24 en 33. We beginnen eerst met een aantal opnames, dan pauzeren we even. Dan gaan we verder met stamboekmerries, stermerries, kroonmerries en een veulenboekhengst. En we wensen u veel kijkplezier. Ladies and gentlemen, a warm welcome for you too. We are here present at the inspection on location at Stal van de Kardiek. We have about 30 horses to judge today and we hope you enjoy the live stream. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 1. Een merrie met een voldoende sprekend hoofd. Merrie die in de hoofd-halsverbinding wat lichter mocht zijn. Ook zou de hals iets meer lengte mogen hebben. Wat bouw betreft zou de merrie wat opwaarts gebouwd mogen zijn. Ook wat meer voorbeenlengte mogen hebben. Merrie beschikt over een lang kruis die wel wat hellend is. Het beenwerk, het achterbeen is correct gesteld. Voorbeen een tikje hol. Het heeft voldoende kwaliteit. De stap is ruim, sluit goed aan. In draf toont de merrie voldoende krachtig achterbeengebruik. Zou daarbij meer oprichting mogen tonen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number one. She is accepted in the studbook with a third premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 2. Het is een merrie die voldoende lang gelijnd is. Een sprekend hoofd heeft, een lange hals heeft die wat verticaler gesteld mag zijn. Merrie die iets geslotener in bouw zou mogen zijn. Ook het kruis is wel lang, maar vrij hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De voorbeenstand met name rechtsvoor zou iets correcter mogen. De merrie stapt actief met regelmaat. In draf toont ze voldoende buiging in het achterbeen. Zou ze nog iets meer ruggebruik mogen tonen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 2, she is accepted in the studbook with a third premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 3. Een merrie die lang gelijnd is, die veel rasuitstraling heeft door een verticale hals, lichte hoofd-halsverbinding. Merrie die een voldoende sterke bovenlijn heeft. Beenwerk is correct gesteld en voldoende droog. Merrie die zou in beweging meer mogen overtuigen. In de stap zouden we meer ruimte willen zien en meer activiteit mag beter aansluiten. In draf zouden we ook graag zien dat het paard zijn achterbeen meer onder de massa plaatst. En ook het voorbeen mag verder worden weggezet. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hogere waardering zou de beweging overtuigender mogen zijn. The result of number 3. She is accepted in the studbook with a third premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 4. Het is een grootramige merrie die wat rasuitstraling betreft over veel behang beschikt. Voldoende lange hals en ook voldoende verticaal gesteld. Een grootramige merrie zoals gezegd, met een goede bovenlijn. Ook een goede schoft schouderpartij. Beenstanden zijn correct en het beenwerk is voldoende droog. De merrie stapt met opvallend veel lengte en veel lichaamsgebruik. En in draf toont de merrie veel gemak. Veel ruimte, veel zweefmoment zou het achterbeen wel een fractie sneller naar voren mogen brengen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 4, she is accepted in the studbook and declared star with a second premium. De uitslag van catalogus nummer 5. Een merrie met een fraaie halsvorm die wat sprekender in het hoofd mag zijn. Ook wat meer neklengte zou mogen hebben. Die wat bouw betreft wat hoogbeniger zou mogen zijn. Ook iets sterker in de aansluiting. Het beenwerk zou wat meer kwaliteit mogen uitstralen. Dan komen we bij de beweging en dan waardeert deze merrie zich enorm op. De merrie stapt vlijtig met veel ruimte en lichaamsgebruik. Ook in draf toont ze veel techniek en veel souplesse in de draf. En de beweging maakt dat deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek wordt en ster wordt verklaard met een tweede premie. The result of number 5, she is accepted in the studbook and declared star with a second premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 6. Een merrie die iets langer gelijnd mag zijn. Een merrie die een voldoende lange hals heeft, iets sprekender in het hoofd mag. In bouw is de rug aan de strakke kant, ook de lendenen zijn aan de strakke kant. De merrie heeft royale hoeven, het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is ruim en resoluut en voldoende lichaamsgebruik. In draf toont de merrie voldoende techniek, maar blijft dat in een hoog ritme draven en zou er ook meer ruggebruik bij mogen tonen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Result of number 6, she is accepted in the studbook with a third premium. De uitslag van catalogus nummer 8 is een aansprekende merrie, moderne opdruk, lang gelijnde merrie. Merrie die veel rasuitstraling heeft, door het edele hoofd en een mooie verticaal gestelde hals. Merrie heeft een stijl schouder, een goede bovenlijn en een goede kruisligging, is hoogbenig. De merrie stapt, het beenwerk, het achterbeen zien we graag iets minder sabelbenig. De merrie stapt met voldoende vlijt en voldoende actief, voldoende door het lichaam. De merrie draaft met veel zweefmoment, ook een goed gebogen achterbeen dat een fractie sneller onder de massa gezet mag worden. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 8, she is accepted in the studbook and declared star with a second premium.
de uitslag van catalogus nummer 9. Een merrie met een trotse uitstraling, verticale hals, die wat meer expressie in het hoofd mag hebben. Neusbeen is een beetje bol. Merrie heeft veel lengte in haar lichaam en heeft voldoende aangesloten bovenlijn. Beenwerk, achterbeen zou wat minder gehoekt mogen zijn. De merrie stapt met wat veer en regelmatig. In draf toont ze veel ruimte en wel veel gemak. We zouden daarbij iets meer oprichting mogen tonen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Result of number 9, she is declared star with a second premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 10. Het is een merrie die
voldoende jeugduitstraling heeft, moderne opdruk heeft. Merrie beschikt over een sterke bovenlijn, staat goed in het rechthoeksmodel, heeft ook een opvallend goede schouderligging. Het beenwerk is qua kwaliteit keihard. De voorbeenstand, met name linksvoor, zou correcter mogen, die is wat Frans. De stap die is wat kwetsbaar en kort, zou meer zuiverheid mogen tonen. In draf toont de Merrie een hoog ritme, zou daarbij ook meer lichaamsgebruik mogen tonen. En deze Merrie wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Voor een hogere waardering zou de kwaliteit van de beweging beter moeten zijn. The result of number 10, she is accepted in the studbook, no premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 11. Een merrie die voldoende lang gelijnd is. Die een goede halsvorm heeft. Wat meer neklengte zou mogen hebben. Schuine schouderligging. De bovenlijn is voldoende gesloten. Beenwerk is voldoende droog. Achterbeen is wat sabelbenen gesteld. De merrie die sluit in stap voldoende aan. Ook voldoende lichaamsgebruik. In draf maakt deze merrie een zeer overtuigende indruk met veel afdruk en ook een opwaartse lichaamshouding. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterfverklaard met een tweede premie. Result of number 11. She is accepted in the studbook and declared star with a second premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 12. Dat is een merrie die voldoende jeugduitstraling heeft. Merrie die voldoende sprekend in het hoofd is. Een lange hals heeft die wat verticaler gesteld mag zijn. Merrie die wat bouw betreft sterker in de aansluiting. Rug, lenden en kruis mag zijn. Ook het kruis zou wat meer lengte mogen hebben. Het beenwerk zou meer kwaliteit moeten uitstralen. Met name in de sprongen. De stap mist de zuiverheid. In draf is ze voldoende opwaarts, maar mist lichaamsgebruik, zou meer gedragen mogen draven. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Result op nummer 12, she is accepted in the studbook, no premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 13. Een jeugdige, moderne merrie met veel rasuitstraling. Verticale hals, goede schouderpartij. Merrie beschikt ook over een sterke bovenlijn, goede kruisligging. Wat beenwerk betreft zouden de hoeven iets royaler mogen. Beenwerk is voldoende droog. De stap is vlijtig. In draf toont de merrie met name een goed gebruik van het voorbeen. De draf is lichtvoetig. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. Result of number 13. She is accepted in the studbook. Declared star with the first premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 14. Een merrie met voldoende rasuitstraling. Merrie die in de bouw wat sterker in de aansluiting zou mogen zijn. Ook het kruis zouden we graag wat minder hellend zien. Het beenwerk voldoende kwaliteit, iets gehoekt in het achterbeen. De stap die zou meer zuiverder mogen, overtuigender mogen, krachtiger mogen. In draf waardeert deze merrie zich enorm op. Daar toont ze veel schakelend vermogen, veel gedragenheid. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor sterfverklaring is de stap helaas niet toereikend. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 15. Een merrie met voldoende jeugduitstraling, die in zijn geheel wat langer gelijnd en wat evenrediger gebouwd zou mogen zijn. Merrie die een sprekend hoofd heeft, in de hals wat zwaar is. Het kruis zou wat meer lengte mogen hebben, ook de aansluiting zou wat sterker kunnen. Het achterbeen is een fractie sabelbenig, de voorbeenstand is Frans. De merrie stapt met voldoende regelmaat en ruimte. In draf toont de merrie een goede techniek, ook voldoende snelheid in het achterbeen. Zou daarbij wat meer oprichting mogen tonen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Result of number 15, she is accepted in the studbook with a third premium.
dan hier bij de uitslag van catalogus nummer 16. Een merrie die misschien wat eenvoudig aandoet, maar voldoende rasuitstraling heeft. Iets breker in het hoofd zou mogen zijn. Merrie zou wat opwaarts gebouwd mogen zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is goed, heeft ruimte en souplesse. In draf toont ze veel gemak, veel zweefmoment. Achterbeen zou iets resoluter aan mogen treden. Maar voldoende om deze merrie vandaag op te nemen in het stamboek en ster te verklaren met een tweede premie. Result of number 16. She is accepted in the studbook. Declared star with a second premium. Dan hierbij de uitslag van de laatste driejarige Veulenboek-merrie, catalogus nummer 17. Een merrie met een zeer sprekend hoofd, een lange hals die meer neklengte mag hebben. Merrie die ook veel behang heeft. Merrie die in bouw een voldoende gesloten bovenlijn heeft, voldoende lang gelijnd is. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap die is wat afgepast. In draf heeft ze wat moeite met balans. Zou ze wat meer gedragenheid mogen tonen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Result of number 17, accepted in the studbook with a third premium.
van catalogus nummer 18. Is een merrie met ruim voldoende rassenstraling, veel behang. Merrie die heel correct gebouwd is, met een goede bovenlijn en ook goed ontwikkeld. Een mooie schuine schouderligging. De stap op de beenwerk heeft voldoende kwaliteit en is correct gesteld. De stap is voldoende aangesloten met lengte en voldoende lichaamsgebruik. In draf daarentegen blijft de merrie in een hoog ritme draven, toont weinig gedragenheid en ook weinig lichaamsgebruik. Deze merrie heeft een zeer positief exterieur en we maken deze merrie voorlopig ster, zodat ze zich in een test mag bewijzen om eventueel tot sterverklaring over te gaan. Result of number 18, she gets a third premium today and is declared preliminary star. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 20. Een merrie met een sprekend hoofd. Een merrie die wel een voldoende lange hals heeft, maar die voor wat rasuitdrukking betreft wat verticaler gesteld mag zijn. Is vrij horizontaal. Merrie zou iets sterker in de aansluiting ruglenderen mogen. Ook het kruis is vrij hellend. Beenwerk zou wat correcter in de voorbeenstand mogen. De stap is goed, die is ruim en takmatig en voldoende lichaamsgebruik. In draf zouden we graag de merrie wat meer in verbinding zien lopen. Deze merrie krijgt vandaag een derde premie.
Catalogus nummer 19 is een merrie die nog veel jeugd uitstraalt. Een merrie die wat rasuitstraling betreft een fraaiere halsvorm zou mogen hebben. Ook een vloeiendere overgang van de hals richting de schoft. Wel voldoende lengte in de hals. De merrie zou wat opwaarts gebouwd mogen zijn en heeft een voldoende sterke bovenlijn. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De voorbeenstand, met name linksvoor, is Frans. De merrie stapt op dit moment voldoende ruim en takmatig. In draf toont ze voldoende techniek, blijft daarbij iets op de voorhand. We nemen de testcijfers voor deze merrie mee. En met deze testcijfers kunnen we vandaag deze merrie ster verklaren met een tweede premie. Result of number 19, she is declared star with a second premium. We have taken in account the good test results of this horse. De uitslag van catalogus nummer 21. Een grootramige merrie met voldoende rasuitstraling. Merrie die wat opwaarts gebouwd zou mogen zijn, wat meer lengte in het voorbeen zou mogen hebben. De bovenlijn is goed. Wat beenstanden betreft is het achterbeen erg sabelbenig. Ook de voorbeenstand zou wat correcter mogen. De stap die mist zuiverheid en afdruk. In draf toont de merrie goed gebruik van het achterbeen. Dat krachtig onder de massa wordt geplaatst. Deze merrie wordt vandaag niet geprimeerd en dat komt met name vanwege de stap en de beenstanden. The result of number 21, she doesn't get a premium today.
hierbij de uitslag van catalogus nummer 22. Een merrie die een fraaie voorhand heeft. Een merrie die veel behang heeft. Een mooie lange verticale hals. Een merrie die ook in bouw lang gelijnd is. En goed in het rechthoeksmodel staat. Een goede schouderpartij heeft. Het beenwerk is droog. De voorbeenstand rechtsvoor zou wat correcter mogen. De merrie stapt met veel lichaamsgebruik, ruimte en tact. In draf toont de merrie een krachtig achterbeen. Voorbeen wordt voldoende weggezet. Voor het mooie zou je nog iets meer ruggebruik in draf willen zien. Maar deze merrie krijgt vandaag een eerste premie en een uitnodiging voor een tweede bezichtiging. Result of number 22. She is invited for a second inspection today and she gets the first premium. Uitslag van catalogus nummer 23 is een merrie met een heel sprekend hoofd, met een sierlijke belijning. De hals die is wat aan de zware kant. Merrie die heeft een goede bovenlijn, is evenredig gebouwd. Beenwerk is voldoende droog, het achterbeen is wat sabelbenig. De merrie stapt met veel lengte en lichaamsgebruik. De draf is voldoende opwaarts met een voldoende krachtig achterbeen. Ook deze merrie krijgt een eerste premie en een uitnodiging voor een tweede bezichtiging vandaag. 23 gets the first premium and gets an invitation for a second inspection today.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 25. Een merrie met veel rasuitstraling, heel sprekend hoofd, veel behang. Merrie die in de bouw wat sterker kon zijn in het middenstuk. Merrie die wat beenwerk betreft, het voorbeenstand is wat onderstandig en het achterbeen is wat sabelbenig. De merrie stapte, ja, die heeft momenten dat ze wat kort lang stapt, maar de momenten dat ze goed stapt is het voldoende ruime lichaamsgebruik. Maar toch zouden we de zuiverheid wat overtuigender willen zien. In het achterbeen voldoende zweefmoment, voldoende opwaarts, maar het achterbeen mag resoluter onder de massa worden gezet. Deze merrie krijgt vandaag geen uitnodiging voor een tweede bezichtiging. Nummer 25 is not invited for a second inspection today. Uitslag. Oh. De uitslag van catalogus nummer 26 is een merrie met voldoende jeugduitstraling, een voldoende verticaal gestelde hals. Merrie die in bouw iets opwaarts zou mogen zijn, ook iets sterker in de aansluiting. Het beenwerk is keihard. De stap die sluit mooi aan. Achterbeen verdrijft het voorbeen op een goede manier. De draf heeft een goede techniek, maar we zouden graag zien dat de merrie wat meer door kon schakelen in die draf. De merrie is een correcte merrie, maar geen uitnodiging vandaag voor een tweede presentatie. Number 26 is not invited for a second inspection today.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 27. Is een merrie met veel rasuitstraling. Merrie die mooie verticaal gestelde hals. Een edel hoofd. Merrie die ook correct gebouwd is met een goede schouderpartij. Voldoende sterke bovenlijn. We hebben een bemerking op de bouw van het spronggewricht rechtsachter. En ook in stap zien we terug dat de stap zuiverheid mist. De draf heeft een voldoende krachtig achterbeen. Blijft een beetje op de voorhand. Vanwege kwaliteit beenwerk wordt deze merrie en de kwaliteit van de stap wordt deze merrie vandaag niet uitgenodigd voor een tweede bezichtiging. Result of number 27. She is not invited for a second inspection today. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 8. Het is een merrie met een sprekend hoofd, veel behang, goede rasuitstraling. Merrie die wat hoogbeniger zou mogen zijn, ook wat langer gelijnd zou mogen zijn. Het kruis zien we graag wat minder hellend. De stap is voldoende actief en ruim en heeft voldoende takt. In draf heeft de merrie op dit moment wat moeite met de balans. Ze wordt niet uitgenodigd voor een tweede bezichtiging vandaag. Result of number 28, she is not invited for a second inspection today.
Catalogus nummer 29 is een hele statige merrie met heel veel front, verticale hals, lange hals. Merrie met een goede schouderpartij, lang gelijnd, misschien iets gerekt in het middenstuk. De kwaliteit van het beenwerk zou wat beter kunnen. Beenstanden zijn voldoende correct. De merrie heeft in stap moeite met de zuiverheid. Draaft voldoende opwaarts met een goede techniek, ook voldoende ruimte. Maar de stap en kwaliteit beenwerk zijn vandaag helaas niet toereikend om deze merrie uit te nodigen voor een tweede bezichtiging. Number 29 is not invited for a second inspection today. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 30. Ook een imposante merrie met een lange hals die nog wat verticaler gesteld zou mogen zijn. Ook zou de merrie iets meer neklengte mogen hebben. De merrie is lang gelijnd, heeft een voldoende gesloten bovenlijn. Wat beenstanden betreft zouden we de voorbeenstand, het paard is wat hol in het voorbeen. Ook de kwaliteit van het beenwerk zou wat beter mogen. De merrie stapt goed, draaft met veel zweefmoment en veel ruimte. Helaas is de kwaliteit van het beenwerk en de beenstanden vandaag niet toereikend om deze merrie uit te nodigen voor een tweede bezichtiging. Result of number 30. She is not invited for a second inspection today.
De uitslag van catalogus nummer 31. Merrie met veel rasuitstraling, veel behang en een mooie halsvorm met een goede bespiering van de bovenlijn van de hals. Merrie die in bouw een voldoende gesloten bovenlijn heeft, wat opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Merrie heeft voldoende kwaliteit beenwerk, voldoende correct gesteld beenwerk. De stap is vlijtig en actief en voldoende ruimte. In draf heeft deze Merrie een krachtig achterbeengebruik, komt voldoende in balans. Deze Merrie krijgt een eerste premie en een uitnodiging voor een tweede bezichtiging vandaag. 31 is invited for a second inspection today. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 32. Het is een hengst met veel rasuitstraling, veel behang, een edel hoofd. De halsvorm is goed, is misschien iets aan de zware kant. Ook de hoofd-halsverbinding zou iets lichter mogen. De hengst is sterk gebouwd met goede kruisligging, sterke bovenlijn. Het beenwerk zou meer kwaliteit mogen uitstralen. Wel correct qua standen, voorbeenstand misschien nog ietsje Frans. In de stap en in de draf zien we eigenlijk terug dat het paard zijn achterhand op een betere manier zou kunnen gebruiken. In de stap zouden we meer buiging in de sprong willen zien. In de draf blijft de hengst, heeft een mooi gebruik van het voorbeen, maar blijft strak in de bovenlijn en zou meer tot dragen mogen komen. Dus een rassige, goed gebouwde hengst, maar wordt vandaag geen ster omdat de beweging niet toereikend is.
1, weten we niet. Komt de maat nog? Maniobra. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 13. Bij kroonverklaring, kan het nog wel een keer herhalen, is het zo dat zowel exterieur als beweging los van elkaar gemiddeld 7,5 moeten scoren. Deze Mary heeft voldoende jeugd, voldoende rasuitstraling. In bouw zou ze wat opwaartse mogen. De Mary stapt en draaft weer met voldoende kracht en ruimte. Voor kroonverklaring komt ze niet in aanmerking vandaag, omdat we dan de bewegingsafloop van het voorbeen wat correcter zouden willen zien. Ook in bouw zou ze nog iets overtuigender mogen zijn. Dus een hele mooie eerste premie Mary, maar vandaag geen upgrade naar voorlopig kroon.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 22. Merrie met een rijke voorhand. Merrie die wat sterker zou mogen in het middenstuk. Het kruis heeft voldoende lengte, maar zou ook wat minder hellend mogen zijn. De voorbeenstand met name rechtsvoor kan correcter. De Merrie stapt goed. Ook de draf zou vandaag overtuigender kunnen zijn voor kroonverklaring. Dus deze Merrie promoveert niet. Daarvoor zijn bouw en draf niet toereikend op dit moment. Mooie eerste premie, Merrie. Dank je wel voor de presentatie. De uitslag van catalogus nummer 23 is een merrie met een sierlijke beleiding. Merrie die goed stapt, maar vandaag in draf helaas de gedragenheid mist om tot promotie naar voorlopig kroon bevorderd te worden. Dus bedankt voor de presentatie.
Ja, dan hier bij de uitslag van catalogus nummer 31. Een merrie die zich weer goed presenteerde. Voor modelverklaring komt ze eigenlijk op alle onderdelen net wat tekort. Dus helaas geen modelverklaring voor de merrie. Mooie kroonmerrie, dankjewel voor de presentatie. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de locatiekeuring bij Stal van de Kadiek. Die stormachtig begon, maar uiteindelijk hebben we toch nog prima keuringsweer gehad. We gaan morgen verder in Ternat, het Belgische Ternat, waar ook weer een livestream verzorgd zal worden door Adriaan Meindersma. En ik geloof dat we om 8 uur beginnen. Voor nu bedankt het publiek hier voor het kijken. Bedankt voor Stal van de Kadiek voor de goede aanvoer en de goede verzorging. Mijn collega Piet Bergsma bedankt voor de fijne samenwerking. En we hopen u graag morgen weer te zien. Thank you, ladies and gentlemen, for watching this live stream. Tomorrow we have a live stream from Belgium and we start at 8 o'clock. Thank you for watching.